Welkom iedereen. Fijn dat u weer kijkt naar Initiatie in Meditatie met Jana Willems en mezelf, Ruben van de Kleine Bron. Vorige keer hebben we het vooral gehad over het verschil tussen een gewoon bewustzijn en een meditatief bewustzijn. We zijn dan ook dieper ingegaan op leven en sterven en wat juist de reis is van de ziel. Als dat dingen zijn die dat jou interesseren en als je die aflevering nog niet gezien hebt, dan kan je dat zeker doen. Je hoeft deze reeks niet in een bepaalde volgorde te bekijken. Je kan gewoon inspikken op de thema's die jou interessant lijken. Dus doe maar gerust. Deze episode willen we het vooral hebben over de vraag: is het menselijk denken de hoogste vorm van bewustzijn op aarde en in de kosmos? Of is dat niet zo? We willen daarbij zeker ook het dierenrijk eens gaan bekijken. En ik word dan op dit moment ook herinnerd aan iets wat dat Adriaan van Zelst altijd zegt. Dat zullen sommigen van jullie ook wel weten. Het is wel een grappige woordspeling. Je hebt het dierenrijk en het mensdom. Zo wordt dat toch genoemd. Dus dat zal ook niet voor niks zijn dat dat zo heet. En dan willen we ook het droombewustzijn daar nog eens bij halen. En misschien ook andere vormen van bewustzijn, we zullen zien. Maar dat zijn de vragen waar we op willen focussen. Dus Jana, tof dat je er weer bij bent. Hey. Eens kijken, waar moeten we dan juist bij beginnen? Ik zal jou gewoon die vraag stellen, wat dat ook het onderwerp is van vandaag. Dus Jana, is het menselijk denken de hoogste vorm van bewustzijn op aarde en in de kosmos? Nou, ik denk dat veel mensen dat graag denken, dat het denken het hoogste goed is en dat we daarop verheven zijn boven alle andere bestaansvormen. Ja, ja. En vraag het aan de natuur en zeggen, ja, jullie denken dat wel, maar daarmee maak je ook alles kapot. Mm-hmm. En het denken maakt in heel veel mensen heel veel kapot, echt. En ja. Waarom maakt denken nou zoveel kapot? Op zich vind ik dat al interessant genoeg. Maar ook de anderen zullen ze het ook belichten, echt. Maar ja. Denken creëert haar eigen strijd. En waarom? Omdat denken door woordbepaling alles herleidt tot woorden en zinsconstructies. Dat wil zeggen dat jij maar kan waarnemen wat het denken jou toelaat. Dus wat we ook bedenken, geeft nooit de relaties aan tussen het een en het ander object. Nee, zeggen ze, nee Jana, nee, dit is een schildpad. Ja, dat is een kikker. Ja, dat is een slang. Ja. Dat is een boom, ja, en dat is lucht, en dat is water, en dat zijn mensen, en dat zijn andere mensen, en mensen van een andere origine, en weet ik veel. En het denken fragmenteert altijd. Die ziet niet het verband tussen die schildpad, en die kikker, en die slang, en die insecten, en dat soort dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld Indonesië woont of zo, of in de grote natuur, waar dat alle soorten insecten ook zitten, die allemaal ook maken dat die planten allemaal levendig gaan, want die hebben de symbiose met al die planten, die zorgen ervoor dat die allemaal werken. En je zou bijvoorbeeld zeggen, nou hier zitten geen slangen, noem maar op echt. Dan krioelt het daar van de ratten. Dus die slangen, die je maken naar het evenwicht tussen de ratten, die ook in functie hebben, en de insecten, dat hen daarin bemiddelen. En mensen die daar wonen, die weten dat ook echt. Die hebben allemaal een functie. Die zijn ook mooi in hoe en wat ze doen. Mm-hmm. Dus alles in de natuur heeft een functie. Maar ons denken weet dat niet altijd. Dus je ziet dat vaak als een bijna een foutje van de natuur. Maar waar moeten die dieren er nou zijn? Is alleen maar de vraag, ja, denken weet dat niet. De natuur weet het wel, maar jij niet. Ja. En zo leven wij in zo'n matrix van artificieel leven, omdat ons denken heel artificieel is. Dat ervaar ik ook bijvoorbeeld in muziek bijvoorbeeld. Ik heb als kind op muziekschool gedaan. En als je dat op de oude manier doet, dan is dat zoals het denken. Heel mechanisch.
notenleer en al die theorietjes en rekken, tak, 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 tak. Nou, als je daar doorheen komt, heb je nog altijd zin in een instrument, heb je geluk. Want het is oerzaai en noem maar op, vallen dat levendig wordt, echt, dat duurt een tijdje. Dus het is echt zo typisch, typisch zoals het denken is, mechanisch. Denken is heel mechanisch. Daarmee leven wij ook zo mechanisch. Allemaal op hetzelfde uur, op dezelfde straat, moeten we altijd ergens naartoe rijden. Degene die ergens elders werken, als je zelfstandig bent en je werkt van thuis uit, ja, dan doe je wat je wil. Maar veel mensen kunnen dat niet, gaat gewoon niet. Ze zijn er ook niet toe opgeleid of hebben dat, die visie niet dat dat kan. Mm-hmm. Of de intelligentie, of de creativiteit nog niet gelijk wakker gemaakt. Potentieel hebben ze het wel, maar ze doen het niet. Zijn er bang van of zo. Mm-hmm. Dus dan ga je echt in die rat race mee. En heel dat denken is een soort opgejaagd, gefragmenteerd gebeuren. Waardoor ook leven en sterven en het diepere laag van het bewustzijn nooit aanraken. En wij denken dan, dat ons denken, oh, we zeggen het aan iedereen zijn waarheid aan dingen. Ja, dat zegt het denken. Daarmee luisteren we niet, daarmee verbinden we ook niet. En zoals ik juist ook zeg, dat is zoals in muziek. Je kan academisch een bepaald soort ritme en een bepaald gedachtegoed zitten. Of je kan daar gaan echt voeren en zeggen, ja, maar dat hoeft niet altijd zo. Mm-hmm. Je kan het ook eens helemaal anders gaan doen. En zelf, misschien zelf een instrument ontwikkelen voor dat wat ik nou voel. Wat zou ik erbij horen? En dan kan je zeggen, ja, kijk, hè, dat is, elke componist kan dat zo. Van, oh ja, maar ik moet eerst mijn basis zetten. Dus ik hoor mijn percussie-instrument. Mijn ritme, welke ritmes wil ik aanhalen? Wat vertel ik daarmee? Oké, ik voel, ik zie dat zo. Ik leg mijn vorm, mijn basis. Oké, en welk instrument komt er nou gelijk bovenuit? Want waar wil ik naartoe? Ja, ja, ga ik door mijn koperblazers werken? Of ga ik naar mijn snaarinstrumenten werken? Wat wil ik eigenlijk? Moet het tegelijk knal erin? Of ga ik het nou of met mijn strijkers erin zetten? Ja, oké, strijkers. We gaan strijkorkest erbij zetten. Want die strijkers hebben een andere subtiele trilling. Kijk, ze kunnen allemaal dezelfde noten spelen. En voor het denken ze, ja, maar je speelt toch allemaal dezelfde noten? Behalve die percussionisten, die spelen bepaalde ritmes. Maar ook wel noten, echt, want dat vergeten soms mis. Echt, ja, je hebt een grote tromslaat of een kleine trom, wat cymbalen. Het zijn eigenlijk ook andere noten, andere klanken die je aanhaalt. Dat zijn ook noten, tenslotte. Dus dat gaat ook met akkoorden. En je zegt, het zijn andere noten, echt, dat gaat met akkoorden. Voor degene die het niet doorhebben. Maar, hey, bijvoorbeeld, je gaat, als die viool bijvoorbeeld bepaalde noten gaat spelen, en die trombone of die trompet, die speelt diezelfde noten, ze klinken totaal anders. En dat is resonantie. Mm-hmm. En denken, als het de noten dingen leest, zeg ja, maar hey, kijk, die noten, nou, die kan ik zo lezen, echt. Die kan je met alle instrumenten spelen. Ja, maar ze klinken helemaal anders. En in mijn symfonische ontwikkeling, waar ook een levendige beschaving is, degene die het echt kan, voelt en ziet, waar wil ik naartoe? Want als die koperblazer datzelfde noot speelt, of die strijker speelt dat, die viool, of solist is, of wat dan ook, voelt helemaal anders aan. Dus ons gewoon denken is niet uitgerust in die wetenschap. Tenzij dat je daar al in gegroeid bent en aan de hoort en weet niet waarom voel ik me nou zo of wat doet dat? Ja, dat weet ik niet, maar vind het wel leuk. Maar die stellen het zelf niet in vraag. Maar degene die echt muzikaal opgeleid zijn en kunnen componeren, al dan niet beginnen daar iets van te begrijpen. Ja. En dan terug te komen, die vraag is als menselijk denken wat woorden en beeldvorming is nou het hoogste goed? Absoluut niet. Want als we kijken echt naar de kleinste diertjes en vogeltjes en we noemen maar op, echt, die allemaal hun eigen, hè, met die nieuwe weet zeggen, maar die kwetteren maar wat. Nee, dat is niet waar. Nee. En ook elke vogel is anders gebekt en daardoor klinkt hij ook anders, maar dat heeft met de behuizing te maken, maar ook met hun functie in het bestaan. Ik bedoel, een zwaluw en een mus kunnen samen op pad gaan, maar als die zwaluw een bocht neemt, dan zegt die mus, ben je gek? Als ik dat doe, vlieg gewoon te pletten tegen de muur. Dat kan ik helemaal niet. En dan gaan ze samen een nestje bouwen. En dan zegt die mus nou, zeg, waar heb jij leren nesten bouwen? Is dat nou wat voor iets? Jij woont in een villa en ik woon in een nest. Ja, die vrouw zegt, nou, ik weet echt niet waar je het over hebt, hoor. Die heeft dan van die supersonische vleugeltjes. Zo. Die kan je zo optrekken dat je denkt, nou, die mus zegt, nou, zeg, oh, ik doe maar wat, hoor. Die vrouw zegt, Dus ze kunnen die vergelijken gewoon. Ja. En dan zegt er zo'n een adelaar of wat dan ook, of een buizerd, nou, ik zie jullie wel bezig, hoor, maar
Ik kijk heel ver hoor. Ik ben altijd op zoek naar het volgende. Dus ja, en die koekoek zegt nou koekoek. Ja. Dus wij leven echt in een zo'n bewoording waar we de muziek van het leven zijn kwijtgeraakt. En als we in muziektermen gaan luisteren, als een sonarveld, echt een sonarbewustzijn wakker maken, dan komt daar zo'n natuurlijke wereld in ons open. Lieve mensen toch. En kunnen we dat sonarbewustzijn dan oefenen, zeg maar, door te leren luisteren? Of hoe werkt dat juist? We hebben het in het mysterie over het mysterieleven van meditatie ook. Hè? En dat is aandacht geven. Het is leren luisteren. Hoe groot is de communicatiewereld in stilte, maar ook in geluiden? En wat gebeurt er allemaal in geluiden die wij kunnen horen? Maar er zijn zelf geluiden die sommige andere levende wezens, wat wij dan handig dieren noemen, zich te denken, nou ja, maar dat zijn dieren. Ja, dat zit te denken. Dat zijn andere bestaansvormen, lieve mensen. Die ook allemaal die kosmische dans doen en uitingvorm zijn van het universum in het hier en nu. Maar ja, je belastingssysteem en je gasrekening kan betalen, zeggen die orka's van, ja, jullie maken het hier wel een vuil boetje van. Dat weten wij wel hoor. En jullie zijn gevaarlijk met al je stinkende boten. Dat weten wij ook allemaal wel. We kennen jullie wel hoor. Maar ja, hij doet al sonar. En in die sonar zegt die mens, ik begrijp er niks van. Dieren maken rare geluiden en we lachen er eens mee. Maar in die sonar, en de wetenschap, het was vorige reeks had je ook al eens gevraagd, ja, wetenschap, wat weten die echt wel? Ja. Nou, men is er heel hard mee bezig, echt, met sonarbewustzijn in kaart te brengen. Ook met dolfijnen kunnen ze prachtige toetsen doen. En ja, hoe communiceren die wel? En orka's en zo ook. Echt, grote walvissen wat moeilijker, maar we weten ook dat die het ook doen. Nou, bijvoorbeeld olifanten ook, die maken zo'n diepe bromgeluiden. Dat zijn zonder trage, lage trillingen. Het menselijk oor kan die niet opnemen. Je botstructuur wel. En er zijn er ook mensen die doof geboren zijn en die kunnen op muziek dansen omdat die met die botstructuur de muziek waarnemen. Ja. Kan je nagaan hoe diep, everything is a state of mind. Als je daar toch op richt, die horen met heel je rug, met heel je botskelet, echt voelen die ritme aan en die kunnen meedansen en die horen niks. Maar je lichaam voelt het wel. En ze zijn helemaal juist. Ze zeggen, kan je nou dansen muziek? En sommige mensen kunnen zelf zingen en muziek spelen, maar ze horen niks met het gehoor. Maar wel met heel hun lichaam. Ja. Dus ja, het gebeurt ook echt hoor. Er zijn mensen die blind zijn en toch zien. Ook dat bestaat. Zoek maar eens uit. Echt. Dat is echt mooie dingen van. Echt die dan weer op een andere manier ben. En zo naar klikken. Het is een kind echt. Dat was geboren zonder ogen. En ja, ik heb die documentaire gezien. En die kon rondlopen. Die sprong van de trap naar beneden. Die kon tussen de railings doorspringen. Echt, die was blind. En met een kliksysteem, zoals een dolfijn, dat doet hij. Kon die alles zien, echt. Hij kon zeggen, nou, dat staat een pick-up van een auto. En daar staat een camionet en zo. Nou, het merk kon hij niet zien. Maar wel dat het groot of klein was. En dan zelf had een vorm weer weergegeven. En wat doet nou dat bewustzijn? Op basis van die klik, van die trilling, krijgt hij een soort visueel geheugen dat correspondeert met sonar. Nou, ook voor componisten, en dat heb ik zelf ook, ik kan muziek zien. Zeg je nou, Jana, je bent van de pot gerukt, kan dat nou? Maar dat is echt. Ik kan muziek zien. Als ik zeg, als ik er strak op bezig ben, ik ga mijn phone liggen met eerst de aarde, de grondtoon, en ik bouw op, en waar wil ik naartoe, en voel ik al wat, dan kan ik dat ook zien. In geuren en kleuren eigenlijk gaat dat zich voltrekken. Waar wil ik heen? En al die sonarbewuste wezens kunnen op die manier ook die beelden omzetten die trillingen zijn. En daarin zien we al dat die communicatie, wat voor een ander bijna bovennatuurlijk en telepathisch is, die is het ook werkelijk. Die is heel natuurlijk. Wat wij bovennatuurlijk noemen is een woord. De denker zegt, dit is bovennatuurlijk. En de natuur zegt, dat zegt het denken.
Want alles is natuurlijk, alleen is dat een ander metafysisch plan van subtiele trillingen. En zoals wij eerst een gsm moeten hebben en een radiootje. En wij moeten de transistor aangereikt krijgen door, en we zeggen niet wie. En, ja, en dan beginnen we te begrijpen dat onze hypofyse en die transistor heel hard op elkaar lijken. En die kunnen ontvangen en zenden. En zeggen, oh wat raar, ja, daar heb ik die combinatie heb ik nog niet gezien. Nou, bij deze transistor en de hypofyse zijn zenders en ontvangers. Echt niet van je eigen lichaam, maar zenden ook uit. En dan hebben we het nog niet over de epifyse. Echt, want die kan nog veel meer. Later er misschien nog wel eens meer over. Ik gooi het er maar in. Maar dat gaat allemaal over sonarbewustzijn. Trilling, telepathie, helderziendheid, heldervoelendheid. Het mysterieleven heeft allemaal met dat sonarbewustzijn te maken. Als we binnenkort geïntroduceerd worden met andere beschavingen, dan bedoel ik niet degene die daar in een ander landje wonen, maar degene die op andere werelden wonen, interdimensionaal bewustzijn. En dat gaat wel in afzienbare tijd wel officieel uitgesproken worden en stelselmatig geïntroduceerd worden. Eerst moeten de angsten wat weggewerkt worden van kind af aan, van hey, ze zijn er wel, maar ja, je mag het wel eens zien. Dan zullen merken echt, die zullen zich moeten aanpassen aan ons, ja, aan ons heel beperkt manier van communicatie, van in woorden iets uit te drukken, wat in sonar gewoon in de muziek zowel groter is, echt. Als jij een sound maakt, er kan zoveel inzitten in een resonantie, in een intonatie, elke zangeres of performer die daarin doorgegroeid is, weet dat. Het is niet gewoon wat je zingt, het is ook hoe dat je zingt, maar vooral, if you put your soul into it, dan is het geloofwaardig, dan is het ook echt. En dat is allemaal in die sonarbewustzijn aanwezig, dat we daar een transmissiewolk vinden van deeltjes, van bewegende deeltjes, die eigenlijk corresponderen met fotonenergie. En dan zitten we terug wel kwantumfysisch wetenschappelijk met fotonenergie. Hoe dat als lichtwezen, als resonantie, die lichtenergieën van fotonenergie stimuleren en daardoor ook andere atomen en dat soort dingen, echte protonen, allemaal beïnvloeden. Dat is al heel wetenschappelijk. En we gaan over het mysterielandschap. Dus die dieren, wat wij dieren noemen, en orka's en dolfijnen, wat je wil, die doen dat van nature. Gaan die aangeven wat een gemoedsgesteldheid is, ziektegezondheid, er is wat gebeurd, of er is een dreigend gevaar, dat communiceren die. En als je weet echt dat water een goede geleider is bijvoorbeeld, als die dan zoiets uitzenden van... Dat verspreidt zich... kilometers en kilometers en kilometers ver, zoals als ik dat doe, kijk, mijn kleurscherm verandert van kleur. Zo sterk, dat is fotonenergie. Je hebt het gezien? Dat is fotonenergie. En dat gaat doorheen het universum, tijdloos, zenden wij dingen uit. En mensen denken, we zijn aan het uitzenden. Nou, al wat we doen, zenden we uit. Maar in resonantie ga je gewaar zijn, veel groter en dieper meegaan in heel dat gebeuren. In jouw denken, dat is alleen maar jouw kennis herhaalt zich en projecteert, herhaalt zichzelf, maar neemt weinig waar. Tussen denken en meditatiebewustzijn is het één herhaalt zich, het andere neemt waar. Meditatie is waarnemen. Want lieve mensen, hoe duidelijk kan het nou zijn? Denken is een proces van herhaling van woorden, sinds constructies en aangenomen ideetjes, overtuigingen. En het andere is gewaar zijn, waarnemen. Waarin dat sonarbewustzijn, dat trillingsbewustzijn, en daardoor die beelden die er gelijk bij komen, gevoelssensaties, ja, dan begrijp je elkaar zonder woorden. Zelf in de stilte hoor jij alles. En zeg je nou, ja, dat slaagt nergens op, stilte hoor je toch niks. Maar in dat niks zit alles, lieve mensen toch. Er zit heel het mysteriebewustzijn. En dat is niet niks. Dat gaat door alles heen. En dan worden we heldervoelendheid, helderwetendheid. Echt, dat openbaart zich dan in dat sonarbewustzijn. Dus wat wij dolfijnen noemen, orka's, walvisachtige
Of ja, alle andere levende wezens die geluiden maken, of kleine trillingen die wij wel of niet waarnemen, tot insecten toe, communiceren wel degelijk alles. Alles. Voor ons betekent het niet veel. Ken kleur van over altijd. Vind ik geweldig. Ben ik nou de enige die dat ziet? Of zie je dat nou ook? Nee, ik zie het ook. Het kan natuurlijk ook wel zijn dat het met de beweging te maken heeft. Ik raak niks aan, hè? Nee, maar doordat de kleuren op je scherm veranderen... Ik raak niks aan, want het is... Ik weet de wetenschap ook. Hier zien we toch al verschillen. En dat zit in dat fotonbewustzijn. Als we beginnen te begrijpen dat fotonen met een bepaalde lichtsnelheid bewegen... En dat trilling die binaire code van die lichtsnelheid aanraakt, kom je in een andere groove, een andere beweging terecht. Ja, ik gooi, wat zeg je toch allemaal binaire code, alsof dat jullie er allemaal mee bezig zijn. Ja, dat toch. Opzoek, binaire code, wat is dat nou weer al? The groove of life, hè? Ja, het wordt alvast wel duidelijk dat... we als mensen of mensheid toch op vele vlakken nog niet zo ver ontwikkeld zijn als dat we graag denken. Ja, we denken dat graag. En door dat denken hebben we zo'n lastig leven. Door dat denken zitten we allemaal met een soort eenzaamheidscomplex. Het is ook nooit goed, want het denken vindt het ook nooit goed. Wat denk jij? We zeggen, je kijkt naar iets. Nou, wat denk jij ervan? Gelijk aan de planten. Nou, kijk eens, schilderij van Jana. Kijk, ik kan het nog niet laten zien, hè. Schilderij van Jan. En dan zeg ik jou, je kan gaan voelen. Oh ja, oké, ja, daar voel ik wel wat bij. Of, wat denk je ervan? Bang, kapot. Ja, maar ja, met die kleur had ik toch, dan beginnen ze. Ja, dat ik toch anders gezien, hoor. Ik zeg, ja, kijk, dat heb je met denken, toch? Ja. Als ik jou bloemen geef, ik zeg, hey, hier heb je mooie bloemen. Zeg, oh. Of ik zeg, hey, je krijgt bloemen van mij. Wat denk je eraan? Gooi ze gelijk weg. Zo erg is dat. Als mensen verliefd op elkaar zijn, dan stopt het denken grotendeels. Wauw, ik voel een... kom die andere dimensie en ik zit in dat resonantieveld en dat zonnebewustzijn. Als ik jouw stem maar hoor, geweldig. Oh. Zo, en dan, ja, ben je eens gaan over nadenken. En hoe meer ik over jou nadenk, hoe minder ik jou nog leuk vind. En dan denk ik dan echt dat die persoon minder leuk is geworden. Maar jouw gedachten zijn gewoon niet leuk. Hoe meer je in die gedachten komt, dat is zoals in de partituren, hoe meer je er gaat over nadenken, kan je niks creëren. Ja, ik ga er ook eens over nadenken. En nee, luister nou eens gewoon, voel nou toch. Dan ga je er zo doorheen. En dan zeg je, ja, I got a writer's block. Ik kan niks niet meer creëren, want ik heb er zo hard over nagedacht. Dat gaat echt niet meer. Ja, nou, ik krijg niks meer op papier. Ja. Maar voel eens terug. Mm-hmm. Oh ja. Ja, ja, het leven is sterven, de andere wereld. Ja, bestaat het wel. Voel nou toch eens, lieve mensen. Ja. En kijk, techniek, wat denken is, techniek is altijd denken. Oh, ik moet nog harder denken, meditatie is denken, ik mag niet denken. Ik denk dat ik niet mag denken. Maar ik ben aan het oefenen, ja, ik denk dat ik niet mag denken. Ik mag niet denken, dat ik niet ga tellen. Maar nog steeds denken is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zal dat hier nog lang gaan duren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik ga even niet denken. Oh, oh. Nou, gebeurt er iets. Jeetje toch. Ja, maar die kunnen dat, want die zijn van Tibet. Tibet is maar een woord, hoor. Het bestaat zelf niet, het is maar een woord. Is ja. Het bestaat wel, ja. Nee, het is een woord. Ja, dat bestaat als woord en als locatie en als cultuur, ja. En langer of minder spijtig genoeg misschien. Maar, zeker spijtig genoeg. Maar ook dat moet je voelen. Waarom voelt dat nou zus of zo? En die kunnen het wel, die kunnen het niet. Dat bestaat allemaal niet. Ja, maar de Oosterlingen kunnen dat, de Westerlingen kunnen dat niet. Dat is allemaal onzin. Ik heb dat zo'n uitspraak al gehoord. Ja, maar die meer in Oosters brein, die kunnen dat. Westerlingen kunnen dat. Ik zeg, maar heb je dat allemaal gehoord? Dat is nog steeds aan het denken. En dan zegt die olifant die daar gevangen zit in de dierentuin, waar ze dieren voor zorgen, in geslotenheid, in gevangenschap, waar de mensen komen kijken naar dieren die ook gevangen zitten, en hen dan ook in hun eigen gevangen komen kijken hoe erg dat ze er wel zitten. Die dieren van, ik verveel me rot, en wat zit ik hier aan te doen? Dan komen die altijd mensen waar ik altijd bang van zijn, toch altijd naar mij te komen kijken, en dan geven ze mij koekjes, en dan geven ze mij rotzooi, en dan gooien ze de papiertjes nog naar mij. Of ze willen niet zien, als ze me kunnen laten schrikken, dan schrikken ze zelf nog eens. En denken,
En wij zeggen, oh, dat is zo mooi een dierentuin. Het is een concentratiekamp. Het is iets middeleeuws, het is een concentratiekamp. En als je gaat voelen, dan hoor je het gejammer en het getreur van dieren in gevangenschap. En dan gelijkertijd voel je het getreur van mensen in gevangenschap. Want ons denken zet ons gevangen in geconditioneerde, gemoduleerde levensstromingen. En we weten niet meer waar het over gaat. Hoe is het? Mm-hmm. Ja. Kijk, dat er nou criminaliteit is en weet ik wat allemaal. Ja, dat spat weer alle kanten. Echt op de buis en noem maar op. Echt van overal dit en terreur en wat ik veel. Maar wat is er zo fout aan die mensen echt dat die kant uit gaan? Tegen wat vechten die eigenlijk? Tegen die establishment, dat ook ons denken is, dat altijd hiërarchisch, ja, aan verdrukking doet. En de natuurlijke flow of life, wie ben ik eigenlijk? Wat ga ik doen? Dat zijn we kwijt eigenlijk. Dan moeten we terug in die resonantiewelde komen. Dus ja, we kunnen heel veel leren van sonarbewustzijn. Durf terug te luisteren, ja, precies. Ja. Dankjewel, Jana. Dat is de eerste keer dat ik die term hoor, sonarbewustzijn. En ook de eerste keer dat ik me er in deze mate, zeg maar, in verdiep. Ik heb dat natuurlijk al wel gedaan, maar het is toch heel tof om dat langs jouw kant ook eens te kunnen horen. We hebben dus al een paar heel interessante dieren aangekaart, maar er is er eentje die dat die ook direct in me naar boven komt. En dat is de octopus, omdat als ik de wetenschap moet geloven, en hopelijk is dat dan ook zo, heeft die een DNA dat in vele vormen veel complexer is dan dat van ons. Betekent dat dan ook dat de evolutie van een octopus eigenlijk veel complexer is en misschien zelfs wat geavanceerder dan dat van mensen, of begrijp ik dat fout? Nou, stiekem bewijst de octopus met zijn veel langer DNA-streng dan andere levende wezens echt. Dan kunnen ze de vraag stellen, hoe kan een wezen op aarde zo'n complexe grote DNA-streng hebben die zoveel complexer en groter is dan alle andere bestaansvormen die we tot op heden toe onderzocht hebben. En de mensheid echt is er maar een kleine pilschil in. Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat wezen zo'n grote DNA-streng heeft? Nou, hoe zou dat nou kunnen? Iets wat direct in mij opkomt is dat die, ja, misschien niet van hier is. De vraag is, zijn wij van hier? Wat is er wel van hier? En van hier bestaat dat wel. En dat is zoals ze zeggen, de echte Nederlanders of de echte Belgen. Nou, als je echt goed uitzoekt, dat bestaat niet, lieve mensen. Jullie willen dat misschien wel graag erop nahouden en mij niet gelaten worden, dat is nog steeds denken. Maar als je echt DNA en cultuur zou zien, hoeveel vermengingen dat er zijn, dat bestaat gewoon nog niet. En daardoor echt, ja, we zijn niet met krantenpapier afgeplakt van de rest van het universum. En ze weten echt wel dat door meteorinslagen DNA, ja, crossbreeding doet echt, dat het gewoon de ene wereld met de andere verbindt. En ja, er zijn wetenschappelijke termen voor, echt, ja, noem het weer al, ja, een soort spermaverstuiving, echt dat DNA in het universum verspreid wordt via meteoren en soms van die watermeteoren waar alles levendig in zit en dan smelten die hier en dan heb je een DNA-string die er nooit eerder voorgekomen is en dan kan er ontstaan daar wezens uit die dat DNA vertolken en dan zit je in één keer met een organisme dat qua intelligentie ja, miljoenen jaren ouder is dan de rest van de wereld echt en dan zeg je ja, dan zeg je, waarom, wij zijn zo intelligent, dan zegt die octopus, ik praat zelf niet met jullie. Zijn jullie gekke wezens? Ja, zo voelt het wel inderdaad. Ja. Dan moet je wezen echt dat er octopussen zijn die ook werkelijk ook het lichtbewustzijn zo kunnen activeren dat die licht in de duisternis zijn. Hè? Oh ja, dat is waar. Even licht af in de diepzee. Dat die echt die zo'n beheersing is nagaan. Hè? Want meditatie is aandacht zijn. Het wezen heeft zoveel controle over haar eigen zenuwstelsel dat ze in staat is om licht te maken. En mensen zeggen, ja, lichtwezens, daar geloof ik allemaal niet in. Nou, die octopus zegt, nou, dat is jouw denken. En mensen, we praten ook niet met jou. Maar ik doe het gewoon. Zegt hij. En poeh, die straalt licht uit. Echt licht. En je denkt, nou, wie is er een duik aan het zwemmen?
Ja, maar het is wel een octopus. Ja, ja, ja. Hij heeft zijn eigen licht. Hij is een licht voor zichzelf. Ja. Goeie hoor. Van ons allemaal. Die octopus is nu al een licht voor... Niet alle octopussen hoor, ze kunnen het niet allemaal. Maar bepaalde soorten is een licht voor zichzelf. Letterlijk. Ja. Nou, heel dat metafysisch gebeuren, dat mysterieleven, die octopus laat het zien. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is prachtig hè. Ja. Vaak ook met heel mooie kleuren en patronen. Ja, en alles heeft betekenis. Ja. Kleuren, patronen, beweging, sonar, noem maar op, echt alles. Alles, alles, alles. Ja. Oh, ja. Dat is prachtig. Dat is prachtig. Ja, kijk, als de mensen die nogal bezig zijn van de aarde en de rest van het universum, echt is zo dood als een pier, echt. Ja. Kijk, als je je huis niet blijft poetsen, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan krioelt van levensvormen. Laat eens een glas water staan. En al die insecten, echt, als je die glas laat staan en laat het de dag erop ga je terug van drinken. Dan hebben we al die ziekten erin gepoept en gedaan. En er kindjes in gelegd. Echt, dan je het laat staan. Voor je het weet, komen er allemaal muggen uit. No. Vliegen uit. En zeg, oh, dat is niet zien gebeuren, echt. Ja. Nee. Kijk, het leven zit in alles. Alles is ook levendig. En ja, onze aarde echt, ja, die is ouder dan de wetenschap ooit heeft voorgesteld, veel ouder zelfs. Beschavingen echt, hè, onze geschiedenis gaat een paar duizend jaar terug, 10.000 jaar wordt het dan wat moeilijker. We spreken over miljoenen jaren terug en dan vinden we ook hoogtechnologische dingen terug van, oh ja, wat moeten we daar nou over vertellen? Echt van, weer dan net, of radioactiviteit, dat zogezegd niet kon, maar het was er al wel. Ja. Dus molten gesteenten en dergelijke. Dus wetenschap, zoals je vorige keer ook, dat je vroeg, wat weten we? Wetenschap weet zoveel meer dan dat georganiseerde geloofssystemen en de conditionering van samenleving en academici zeggen, ja, als jullie dat gaan vertellen, moeten we ons deuren sluiten. Ja. Dat kan alleen maar vertellen dat we eigenlijk allemaal kolder hebben verkocht en van geschiedenis dat voor geen meter klopt en dat dat zoveel andere dingen is. En dat is allemaal waar, ja. Er is zoveel meer. Maar de traag groeiende academische wereld en sociale culturele wereld met het traagwerkende denken, ja, kan die grote werkelijkheid, ja, daar zijn die bang van. Ja. Veel angst erover. Dus, maar er is, ja, maar hebben we het over echt. Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja. Dus we kunnen best niet te veel rekenen op die academische wetenschappen. We kunnen ook onze eigen leraar worden in dit leven. Het is mooi dat ze er zijn. En vergis je niet, tot tussen de topwetenschappers en de academische wetenschap, dat zijn twee aparte werelden die anders gefinancierd worden, anders tot uiting komen, die heel traag werken en bevestigend. En het andere absoluut. Is heel hard doorgroeiend en de laatste jaren heel hard doorgroeiend. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Dankjewel, Jana. Ik vind dat we het al prachtig hebben gehad over het menselijk bewustzijn, het dierlijk bewustzijn en het gedachten natuurlijk, het zonnebewustzijn. En er is nog één bewustzijn wat ik graag ook zou willen bevragen aan jou. En dat is een ander bewustzijn van de mens en dat is het droombewustzijn. Oh, ja. Omdat dat toch zo lijkt te verschillen van het gedachtenbewustzijn. Klopt dat zo? Klopt dat? Ja, kijk, in jouw gedachten zijn het vooral woordelijke omschrijvingen en gewoon echt herhalingen. Hoe vaak denken die hetzelfde? Ja. En dat gedachte lijkt voor de denker een werkelijkheid of een waarheidsweergave. Ja. Ja, en dat is het dus eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon jouw technische omschrijving van herinneringen en van conditionering van bewoordingen en wat men zegt, dat is goed, dat is slecht, dat is mooi, dat is lelijk, die mag er zijn, die mag er niet zijn. Dat vind ik ook zo'n raar idee. Zeg, maar denk ik, kan dat allemaal maar uitspreken. En in je droombewustzijn is er een dieper intelligentie werkzaam. En zo heb je verschillende lagen in je droombewustzijn. We hebben verschillende soorten dromen ook. Die gaan eerst ook over de emotionele kant van het bestaan. Dus emotiedromen, verlangensdromen, angstdromen. Echt. Maar dat is een ondertoon echt die ook een soort toxiciteit of een soort dopamine en serotonine kan in gang zetten. Dat beïnvloedt heel erg ons endocrine klierstelsel, het reptiele brein. Dat zie ik daar ook in uit. Echt. En andere gebieden van het brein worden dan heel actief erin. Linker en rechter hersenhelft gaat anders samenwerken. De hypofyse en dergelijke, het innerlijk schouwen, wat wij dromen noemen, dat is altijd wakker dan, want dan droom je.
Dat je niet kan schakelen, ja, dat is dan veel verschillend bij mensen, maar het zit er wel. Mm-hmm. En dan is die innerlijke wereld wordt zichtbaar van jouw beschavingen, jouw zijn, jouw zelf, maar ook jouw ontmoetingen. En er zijn niet alleen, ja, we zeggen, psychologische en psychoneurologische projecties dat dromen ook zijn, maar er zijn ook beelden die jij binnenkrijgt van andere levende wezens, echt, zowel fysiek als niet fysiek, waar jij een uitwisseling mee hebt. Dus eigenlijk laat jouw droombewustzijn ook een stuk zien wat je dag en nacht doet, namelijk ontvangen en uitzenden. Mm-hmm. En zo hebben we ook iets, wat noemen dat heldere dromen, de wetenschap noemt dat ook heldere dromen, er is heel veel onderzoek naar, omdat die voorspellend van aard kunnen zijn. Die kunnen soms informatie geven die van doorslaggevende aard zijn, zoals Tesla en andere wetenschappers, of Leonardo da Vinci, vaak in dromen dingen in een keer ontdekte, ja, dat nog niemand zogenaamd niet wist in dit bestaan, echt, en hen zagen het gewoon en konden het ook uitvoeren, omdat die creatieve intelligentie daar toch al wakkerder in was. Ja. Dus we zien echt dat er hele grote werkingen zijn, of je droomt van iemand dat er iets aan de hand is of zo, en je belt er 's morgens naar en je zegt, ja, ik heb jou over jou gedroomd, is er aan de hand, ik heb het gevoel dat ik jou moest bellen, ja, die heb je goed gevoeld, want dit en dat en zus is gebeurd. Dus op dat supersonisch niveau, echt dat subtiel niveau, krijg je ook beeldinformatie, zoals jouw gsm dat ook doet, doen wij dat ook. Dus die hypofyse is voor zoveel meer mogelijk, en die epifyse die erachter ligt, als die meer en meer begint te ontwaken door dat innerlijk schouwen te activeren, dan krijgen we echt zoveel informatie door ons heen en dan kunnen we allemaal bewust van worden. Echt. Ja. Okay. Ja. Ze noemen dat wel eens de Akasha chroniek of intelligentie, kosmisch bewustzijn. Ja. Dus ook weer al een woord waar het denken een stempel op zit. Ja, ja. Eigenlijk gaat het over een resonantiebeweging van beeldinformatie waar echt, ja, dan zien we ook echt dat contact met wat je noemt overleden en zo, ja, heel spontaan gebeurt. En heel intensief kan zijn, echt. Mm-hmm. En tot bijna tastbaar toe, dat je zegt van, nou, ja, ik had ook laatst nog een droom, echt, over iemand die ik heel goed gekend heb, die jongen uit het leven is gestapt, echt. Ik had gewoon die hand vast, echt, en denk, nou, dat voel ik zo sterk tot die kleine details toe en een mooie gesprekken erbij. En dat was nog een schoonbroeder bij me vroeger ook nog, die ook vroeger uit het leven is gestapt. Dus ik ken hem heel veel mensen die overgegaan zijn trouwens. Meer dan ik kan tellen, zoveel zijn het. Dan krijg je heel persoonlijk veel meegemaakt erin. En ja, dan heb je zo'n levendige contacten en ontmoetingen. En dan gaat zoveel door je heen. En er komt zoveel van die mensen ook door je heen. En dat zijn echt, ja, heldere dromen en heldere belevingen die zo diep gaan. Dat als je mij binnen 20 jaar vraagt, ja, nou, weet je nog toen van die dromen toen? Ja, toen weet ik dat nog. Want die zijn zo levendig en soms nog levendiger dan sommige andere dagelijkse contacten. No, dat ze zo diep op zielniveau zitten, echt. Dus. No. Dus reality is not just, that is my dream, what illusion. And that's my reality, consciousness. Sorry voor het Engels aan, dit is mijn droombewustzijn, wat een illusie is, zeggen ze. En dit is mijn werkelijkheid van mijn waarbewustzijn. Nee, het zijn allemaal dimensies van bestaan. Ja. Die van een andere orde zijn, waar die allemaal een werkelijkheid zijn. Ja, ja, ja. En dan een vraag die het publiek zich waarschijnlijk wel stelt bij het horen van dit is, ja, wat dan als ik niet droom? Want sommige mensen hebben dat. Ja. Sommige mensen denken dat ze niet dromen of herinneren het alvast niet. Ja, ja, dus die doen het wel degelijk wel, maar er is bij hen iets gebeurd, van kinds af aan, en misschien al in vorige levens, maar ook van kinds af aan, waarin ze dat verbeeldend bewustzijn op gesanctioneerd zijn geweest, echt, en dat ze zich daar bewust en onbewust voor afgesloten hebben. Dus vanaf het denken zich mengt, slaat het zich af. En die mensen zullen dan ook, heb ik ook geleerd, nee, luister niet te veel naar je emoties en ook niet van die anderen, want dan kom je niet ver. Wil je winst maken, meer jij je emoties uitblokt en daardoor die van anderen, hoe sneller dat jij winst kan maken in het leven. En dan hou je daar wel met die controle bezig, zodat je jezelf en anderen kan manipuleren en controleren. Kan je weer cursussen niet volgen en dat soort dingen. En van hoe krijg ik al mijn zin? En als je zin niet krijgt, dan ga je wat vervelend doen. En dat kennen we allemaal wel, die dingen.
En ja, en die zullen zeggen, ja, ik droom nooit niks, nee. Mm-hmm. Ja, ik zie nooit niks, ik voel nooit niks. Ja, zo ben je geprogrammeerd. Dat wil zeggen, dat zit er zo tussenin, die storezender, dat zit er allemaal wel, maar jij durft die doos niet open doen. Als het ware, echt de doos van Pandora. Van ja, die diepere mysteriewetenschap, die durf ik niet aan. Dus ik zeg maar, nee, er is niks. Ja. En daardoor ook mijn emoties, duw die gewoon weg. Of ik drink een borreltje, dan weet ik veel, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Of ik weet het nog maar daar, of ik ga sporten, dan weet ik het ook niet meer. Mm-hmm. Dus alle trucken om het maar niet meer te weten, dat mysterie leven wel degelijk bestaat. Ja. Ja. En is er dan iets dat die doos kan helpen openmaken, of dat bewustzijn kan aanwakkeren bij die mensen? Waar een wil is, is een weg. Hè? Willen ze het wel? En we moeten ook leren, echt, als je mensen denken dat het voor hen beter is om het niet te doen, ja, dan doe het maar niet. Hè? Ja. Leef zoals je wil, echt. Ja, absoluut. Je hoeft helemaal niks te overtuigen, echt. Maar, als je begint te beseffen dat het gevoel van alle levende wezens zo degelijk waarde heeft en iets te vertellen heeft, en je begint daarnaar te luisteren, dan komt alles terug. Oké. Okay. Ja, en of dat je nou alles wegduwt of niet, leven en sterven en lijden en geluk, niemand ontsnapt eraan. Iedereen krijgt die malle over zich heen. En ofwel ga je daarin wakker worden in die verschillende dimensie van wat dat allemaal betekent, gevoel en emotie en ja, transmissie van energie en bewustzijn. Ofwel duw je het weg en dan ga je ooit echt schrikken dat je het mooiste van het leven altijd hebt weggeduwd. Ja. En dat is wat je toch voelt en wat er allemaal bij komt. En dat is een zo mooie intelligentie, lieve mensen, dat ik het jullie letterlijk van harte allemaal toewens van ja, durf daar nou eens mee aan de slag te gaan. Ja. Ja. Prachtig. Dankjewel, Jana. Vind ik een heel mooi advies. Ik heb op dit moment alle vragen gesteld die ik wou stellen. Is er nog een manier waarop jij graag deze aflevering wilt afsluiten of een oefening doen of nog iets zeggen? Kijk, lieve mensen. Sommige mensen vragen, nou Jana, wat is nou de zin van het leven? Zegt het denken dan. Hè? Wat is nou de zin van het, echt die rat race en al die gekte, al die rotzooi. Wat is nou de zin van het leven? Mm-hmm. Kijk, lieve mensen toch. Hè, want ik voel niks en ik zie niks en ik weet van niks en het gaat niet goed en dan weet ik veel. Ik weet alleen dat het niet goed gaat. Het is je gevoel als je chronisch jezelf slecht voelt. Als je vaak angst hebt en onrust en strijd. Dat je de slaap niet meer kan vatten soms. Nou. Durf daar eens contact mee te maken. En als je zegt, wat is de zin van het leven? En ik vraag aan jou, wat doe jij nog waar je echt zin in hebt? Dan zeg je, ja, maar ja, dat kan toch niet. Ik moet toch werken, moet ik dat? Dus dat wil zeggen, jij doet een werk waar je geen zin in hebt. Waarom doe jij een werk waar je geen zin in hebt? Want alle werk kan je zinvol beleven, mindful doen, dat het leuk wordt. En je zegt, nou, ik had niet gedacht dat het zo leuk wordt. Je kan dat allemaal wel leuk maken. Dus waarom maken we het niet leuker? Waarom maken we het niet aantrekkelijker? Ja. Dus op het moment dat jij zegt, nou, het mag wel eens wat zinvoller worden, valt ook de vraag, wat is het zien van leven en sterven? Wat is het zien van het leven to court? Als jij begint terug naar je gevoel te luisteren, waar word ik nou warm van? En dat kan ook zijn van je te verdiepen in het sterven, in het lijden, in die gezondheidszorg, in de ziektebegeleiding, in psychologie, psychoneurologie, psychosociale wetenschappen, kwantumfysica, noem maar op echt. En dat zou mooi zijn, moesten jullie dat allemaal doen. Zou ik wel willen. Mm-hmm. Of gewoon muziek en resonantie en bewustzijn. En waarom beïnvloedt het echt het gemoed van de mensheid? Wat is nou het leven waard als het gevoel daar geen thuis in bindt? En wat gebeurt er als we de gevoelens van alle levende wezens eindelijk eens gaan liefdevol ter harte nemen van, hey, I care, ik geef om jou, ik geef om het leven, maar ook dat van mezelf. En van daaruit ga ik mezelf weer ontdekken. Mijn gevoel. Mijn zijn. En we zullen dat even in een meditatieve vorm gieten, als jullie dat willen. Om even samen een kleine geleide meditatie te doen. Kom nou eens. He, zit je even ontspannen gewoon. Gekke, dat wil zeggen dat je er juist heel gespannen zat. What's in a name?
Dus zit je gewoon lekker relaxed, echt uitgedreven, even. Kom eens naar dat gevoel, adem gewoon eens naar dat gevoel, echt van, hey, wat maakt mij nou blij? En oordelen, veroordelen is niks. Wat maakt jou nou blij? Wat het ook mag zijn. Hé hey, ja. Ja. Oké. Okay. Wat gebeurt er dan? Ja. Blijheid betekent release. Release van stress. En release van stress betekent release van strijd. Oh. Dus gelukkig zijn is release van stress en strijd. Ik strijd niet meer. Ik vecht het niet meer aan, wil dat zeggen. Oh ja, ik adem. Hé hey, ja. Het innerlijke kind, zoals ze soms zeggen, ja, wat is dat nou? Ja, je oorspronkelijke gevoel gewoon. Je ademt, maar wat wil ik eigenlijk gewoon? Ik wil gelukkig zijn, ik wil beleving, ik wil kunnen genieten. Hé hey, ja, ik kan genieten, ik ga genauwelijk genieten. Hé, ik kan heel eenvoudig leren genieten. Ik kan eigenlijk mijn leven toepassen. Mindfuller, bewuster, aandachtiger. Ontspannender, met leukere intenties de wereld te gaan herontmoeten. De innerlijke wereld afstemmen op de uiterlijke wereld. Vanuit de innerlijke wereld van gevoel, liefde, harmonie, respect en verbinding, de uiterlijke wereld elke keer opnieuw herontmoeten. De waarheid zit van binnen. Al ja, ik wil liefde, vrede, respect en gezondheid en ruimte voor alle levende wezens. Dus ik kom daarmee in voeling, ook van mezelf. En ik gooi dat in mijn wereld. Hoe kan ik dat nou in mijn wereld brengen? Dat begint met alles wat ik doe. Hoe dat ik het doe. Wat dat ik doe. Hoe dat ik mijn kost verdien. En hoe dat ik dat uitvoer. Elk contact is een ontmoeting van mijn innerlijke met dat van jou. En uit die zielsverbinding van hé, we willen allemaal zo min mogelijk lijden en zoveel mogelijk geluk, breng ik die liefde en die wijsheid in de wereld. Nou ja, dat is zinvol. Zo krijgen we zingeving in ons dagelijks bestaan. Zelfs zit je nog in een donkere kant van je ziel, ben je echt zwaar ergens doorheen aan het gaan. Zeg ja, ik ben daar doorheen aan het gaan. Ik zeg niet dat ik er doorheen ben, ik ben daar doorheen aan het gaan. Ik ga dat rustig doen. En zo blijf je er doorheen ademen. Zo blijf je dat uitstralen. En maak je van je mysterieleven een werkelijkheid, ook in het fysieke leven. Liefde heelt. Begin terug in liefde te kijken naar het bestaan van alle levende wezens. En dat begint bij jezelf. Hou het leuk. Adem eens rustig heel diep in en uit. Open zachtjes terug de ogen. En hey, dit is jullie reis. Reis van jullie ziel, jullie gevoel. En jullie komen onnoemelijk veel variaties van deze zielreis tegen. En laat ons terug gefascineerd openstaan voor elkaars welzijn. Prachtig, dankjewel Jana. Ik vind het ook altijd heel leuk om te ervaren hoe diep zo'n inspiratie kan aankomen tijdens zo'n meditatieve oefening. Dankjewel daarvoor. Goed, dan zit het er voor vandaag op. Dus mensen, heel erg fijn dat u gekeken hebt vandaag. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fijn het voor ons is en ook voor uzelf, want dat helpt de reeks gewoon ook naar de toekomst toe. Als u commentaar zet op de video, als u de video liked of als u abonneert op ons kanaal, dat helpt allemaal supergoed. Ook heel erg bedankt voor de mensen die dat blijven doen. Bedankt daarvoor. We lezen alle reacties die dat jullie zetten, dus we willen zeker ook aansporen om vragen te stellen op eender welke videoaflevering die je gekeken hebt. Dan nemen wij die vragen mee naar de volgende en dan beantwoorden we die daar. Yes. Dus ja.
Dus heel erg bedankt, Jana, heel erg bedankt. En mensen, heel erg bedankt voor vandaag. En dan zien we elkaar snel terug. Dank u wel. Tot ziens.